Oké, en wie zijn auto is het? Die van mij. Maar wie is aan het werk? Groot. Een hele goede middag allemaal. Welkom weer bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja, dat zijn wij. Het is vandaag zondag 31 juli 2022. Het is al 2:30 geweest. Ja. Jullie zien het aan me. Ik voel me nog steeds niet goed. Ik moet mijn haar nog even doen. Roos even aan het lopen met de honden en met het logé met haar hond. Ja. Dus ja, dat is mijn zus. Dus ja. Dus, nou ja, wij gaan er zo ook sowieso weer erg naartoe. Waar naartoe? Dat is nog een verrassing voor jullie. Ik weet het ook zelfs nog niet. Maar ik zou zeggen, blijf kijken. En we wensen jullie gewoon heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog.
Oké, we staan dus nu hier bij de werktent. Trek dan eerst een euro. Maar dat hoeft niet. Maar het is een euro. Rodi doet het dus daarin. Het gaat dus helemaal schoongemaakt worden. Helemaal schoon. Fres. Dan komt het er zo meteen nog weer. Daar weer ergens uit. Dus kijken hoe vies hij nou is, zeg maar. Die ook. Zo schoon. Zo ben ik hoor. Hij wordt niet echt schoon, jongens, schat. Je moet hem denk ik eerst even borstelen en dan er doorheen gaan gooien. En, anders moet je dit, je moet ook denk ik tegen de richting in knallen, denk ik. Dus dan moet je dit dus als eerst gaan doen. Nou, doe je en met de haren mee, zeg maar. Zuigen! Ja! Zuigen! Zo beter! Kijk, en met nat, dan krijgen we meer dan vanaf. Dus, dit gaan we even zo volhouden. Helemaal goud. Oké, en wie zijn auto is het? Die van mij. Maar wie is aan het werk? Rodri. Ja. Je zet gewoon je eigen man even aan het werk. Helemaal leuk. Ja, helemaal top. Helemaal geweldig. Helemaal goed. Goed zo. Oh ja, ik moet zelf even afzuigen. Doe hem dan even door en door de auto heen, schat. Dat is makkelijker. Door de auto heen. Dat is makkelijker. Kijk. Ja, goed. En doe de voorkant maar, schat. Zo. Wacht eens even. Hier even, op de zijkant. Thank you.
En je hebt even iets meer bewegingsvrijheid, schat zo. Hij zag wel beter als bij de maandag, schat. Dat kost ook niet geld. Hè? Dat kost ook niks. Nee, maar hij zag wel beter. Ja, doe maar mijn kant. Zo, nou, daar ben ik dan weer. Ja. Zoveel hebben we niet gedaan, omdat we het even met andere dingen heel druk bezig waren. Met heel veel praten. Ook dat moet gebeuren. Kan gebeuren. Ja, en met dat soort dingen kan ik jullie er niet altijd bij hebben. Maar ook was ik deze camera vergeten. Dus er is even wat dingen weer met deze telefoon gefilmd. Want mijn auto zag er weer niet uit. Nee, en die wil ik gewoon weer lekker schoon hebben. Maar nou is hij heel mooi schoongemaakt. Tot en met echt. En er zit nou een lekker geur in. Het lijkt een beetje op bubblegum geur, maar dat is het dus niet. Roderick is met mijn zus weer deze kant op. Yup. Dus mijn zus die sliep hier dus. Maar die gaat dus nou bij en bij Roderick liggen. Ja. Dus slapen. En met de hond. Dus dan kunnen mijn hondjes ook gewoon lekker hun eigen gangetje gaan straks. Haar hond die komt ook dus zo meteen. Dus we gaan zo meteen even lekker op balkon. Jij gaat dood. Oh, jammer. Nou, jammer. Weer pech. Dus ja. Maar dat maakt niet uit. Geeft niet. Hi meisje, kom eens hier. Ja, hi schat. Hi. Hey. Puppy. Hi schatje. Krijg ik allemaal kusjes voor jou. Dankjewel. Knuffeltje van mama. Knuffeltje mama geven is leuk, hè? Ja, lief, hè? Ja. Irritante rot muggen, hè? Ja. Wat is dat allemaal? Wat is dat allemaal? Wat is dat allemaal? Wat is dat allemaal dan? Wat is er allemaal? Wat is er dan? Oké, dan zo. Dus nee, dat is dat eigenlijk. Maar die spray die we gisteren binnenkregen, die doet aardig zijn werking, moet ik zeggen, in het winkelcentrum. ja, ik neem jullie wel van de week even mee, daarmee in. Is leuk, is grappig. Dus ja, zal ik ook even kijken of ik daar ook iets mee kan gaan doen. Is leuker. Dus ja, en ik ben gewoon heel goed aan het denken wat ik allemaal kan gaan doen. Maar eerst, het staat sowieso. Moet ik even kijken op het rooster van Ro. Dat ik nu nog even een beetje goed kan uitleggen. Even kijken. Ro die heeft aanstaande maandag, dinsdag, woensdag. Oké. Avonddienst. Donderdag heeft hij vrij. Vrijdag en zondag heeft hij nachtdienst. Mijn verjaardag is hier vrij. En dan wil ik eigenlijk in de week van 9 à 10 augustus uit eten. Dus hou het in de gaten.